binnen. Er kwam geen einde aan die draaideur. Maar goed, als ik nu snel de juiste opnamestudio vind, ben ik nog precies op tijd voor mijn afspraak met Vanessa. Ik geloof dat ik deze deur moet hebben. Oei, oei. Dat was dus de bezemkast. Als het ware, dan maar deze geprobeerd. Waar ben ik nu verzeild geraakt? Vroeger was je rijk of zat je lelijk aan de grond? Had je amper een tafel of stoel onder je kom? Van armoe kon je amper op je benen staan. Je moeder lengde vloekend de bonensoep met water aan. Hilversum 3 bestond nog niet. Er was alleen een slavenkoor. Die haalden de top 40 niet. Ik wel de zing, ik rustig door. Godverdorie, wilt u onmiddellijk die rotzooi opruimen? Trouwens, ik moet hier helemaal niet zijn. Waar zou zij, Vanessa dus, zich toch bevinden? Ik begin nu toch wel enigszins van mijn apropo te geraken. Hier dan misschien? Maar wie bent u nou weer? Ik haal elke dag Chinees, een vette lumpia met veel talkee en vlees. En je krijgt bij de Chinees veel hete sambal, want dan word je lekker hees. Daarom eet ik Chinees, alleen Chinees. Was dat prachtig gezongen en dat nog wel in het Chinees. Maar wat kan mij dat eigenlijk schelen als van haar maar goed zit. Ten slotte is zij, Vanessa dus, ook altijd tot in de puntjes gekleed. Wellicht kan ik hier eens naar binnen treden. Over treden gesproken. In een apotheek stond ik van de week. Want ik voelde mij niet zo oké. Ik zei een drankje graag, barst van de krampen in mijn maag. Heeft u gedronken, vroeg ze zonder medelij. Een kraatje of ellende. De tranen staan mij nader dan het huilen. Als ik mij niet vergis, zou mijn konijn, Vanessa dus, zich in de studio op de 10e etage bevinden. Maar wat doe ik dan in het souterrain? Snel weg van hier. Zou dit de lift zijn? Wie is u nu weer? Ik word u. Brandon, you. I'm leaving. I want to be a part of it. New York, New York. And if I'm gonna make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York.
deze deur is mijn laatste kans. Ik sta weer op straat. Heb ik daar mijn schoenen voor gepoetst?